25. De ring. Klaveraas. Huwelijk. Vereniging. De ring aan de rechterkant van een jonge man of vrouw gelegen voorspelt een gelukkig en rijk huwelijk. Ligt deze kaart aan de linkerkant van de persoonskaart, dan valt een verlovingsbreuk of een scheiding te vrezen. 26. Het boek. Ruiten 10. Studie. Geheim. Het boek wijst op het bezit van een geheim. Naar gelang van zijn plaats in het spel, is het geheim gemakkelijk of moeilijk te bewaren. De kaarten die de kaart van het boek omringen, duiden aan in welke richting men het geheim kan opsporen als men de behoefte voelt het te doorgronden. 27. De brief. Schoppen 7. Nieuws. Documenten. De brief is een gunstig teken als de persoonskaart ver van de wolken verwijderd ligt. In dit geval kondigt hij een aanstaand geluk aan dat het gevolg is van goed nieuws. Als de persoonskaart dicht bij de wolken ligt, dan moet men zich wapenen om de aangekondigde tegenslag moedig te bestrijden. 28. De Heer. Hart en aas. De vrager, partner, vriend. Hart en aas is de persoonskaart voor een heer of een jonge man. Deze kaart vertelt over het leven van de man wiens toekomst men wil voorspellen. Het is de centrale kaart in het spel. Van hieruit begint men de omliggende kaarten te interpreteren. 29. De dame. Schoppen aas. De vraagster, partner, vriendin. Schoppen aas is de persoonskaart voor een dame. Het is de centrale kaart in het spel waarbij men het leven van een vrouw wil voorspellen. Van hier begint men de kaart te interpreteren en moet men kijken welke kaarten haar omringen. 30. De lelie. Schoppen heer. Vader. Geluk. Steun. Bescherming. Promotie. De lelies zijn een teken van volmaakt levensgeluk. Men zal gespaard blijven van huiselijk verdriet, tenzij deze bloemen in de nabijheid van de wolken bloeien. Liggen zij ver boven de persoonskaart, dan getuigen zij van een gedeugdelijk karakter. Liggen zij onder de persoonskaart, dan wordt oprechtheid en een eerlijke levenswandel in twijfel getrokken.